Ik ben Jan Kollen, ik werk bij Zweco. Ik ben hydroloog en kustwaterbouwkundige. Ik wil vertellen wat de aanleiding is van de verzilting rondom de Waddenzee. Nou, de hoofdoorzaken zijn klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging. Als je die op volgorde bekijkt, dan heb je zeg maar, bij de bodemdaling, dat is wel de meest forse. Die tot 2015 verwachten we een bodemdaling van 10 tot 50 centimeter. Zeespiegel stijgt. Die stijgt in die periode, zoals het nu gemeten is. Dus geen voorspelling, maar al gemeten is als je het extrapoleert. Gaat die 10 centimeter omhoog. Dus dan krijg je een behoorlijk extra verschil. En dat verschil, als je dat optelt, 50 tot 60 centimeter. Dat is een extra waterdruk die vanuit de zee gaat ontstaan richting het land. En daardoor krijg je extra kwel. En in dit geval dus zouten kwel. Van die zouten kwel, daar heeft de landbouw last van. Als je dan ook nog kijkt naar het klimaat. De regenperiodes nemen in de zomer af. Dus in die periodes komt er geen zoet water van boven. Heb je wat minder zoetwaterlensen en wordt het voor de agrariërs moeilijker om zeg maar, het water zoet te houden. Dus dan kom je op problemen uit. Vooral als het water bij de wortelzone komt, dan kan het echt desastreus zijn.